Yoga flow, kracht, lenigheid en soepelheid. Laten we starten in kniezit, de diamanthouding. Opwarmen van het lichaam. Gestrekte kindhouding, zit vlak naar de hielen. Rol het lichaam naar voren in een achtledige groet. Knie, borst, kin. En schuif door in een opwaartse hond, dijen van de vloer, borst vooruit. Laat los, zit vlak naar de hielen. Gestrekte kindhouding. Rol op met ronde rug naar een achtledige groet. Knie, borst, kin. Opwaartse hond. Zit vlak naar de hielen. Adem uit, rol op in een achtledige groet. Knie, borst, kin. Adem in, omhoog kijkende hond. Op een uitademing zit vlak naar de hielen. Rol op, achtledige groet. Opwaartse hond. Van hieruit naar de hoge plank en draai afwisselend rechter en linker heup naar de vloer. Draai het hoofd gelijk mee, kijk over je schouders heen. Voeten op elkaar, benen aangespannen. Rechter heup, linker heup. Wissel, wissel, breng je knieën naar de vloer, zit vlak naar de hielen en ontspan. Kniel neer in een lage lunge, stap met één voet naar voren, knie in een hoek. Plaats je handen naast je voet en strek het voorste been. Strek en buig het voorste been. Rekken van de hamstring en de kuit. Buig en strek. Buig en strek. Houden, tenen naar de scheen, beginners gebruiken een yogablok of stoel, halve spagaat. Anderen buigen op een uitademing verder naar voren. Breng je gewicht rustig naar voren, terwijl de handen op je knie rusten. Een lage lunge. Zorg dat je rug recht blijft. Je zou nu een stretch moeten voelen in de spieren rond je heupen. Blijf rustig doorademen. Rekken van de heup en de lendenspieren.
Laat los. Plaats je handen naast je voet en strek beide benen. Draai je achterste voet 45 tot 60 graden naar binnen. Hielen op één lijn. De piramide. Beginners gebruiken een yogablok of een stoel. Anderen buigen vanuit de heupen voorover. Hoofd naar knie. Verleng de rug steeds op een inademing en buig verder voorover op een uitademing. Rekken van de ruggengraat, de heupen, de hamstring. Blijf rustig in- en uitademen. Word gewaar hoe je je nu voelt. Accepteer waar je nu staat. Forceer niet. Beginners steunen op een yogablok. Laat los. Rekken van het dijbeen, heup en lendenspier. Kom in de lage lunge. Leg je rechterhand op je stuitje en duw je heupen omlaag. Linkerhand op je voorste knie en rek je op. Duw de romp verder naar achteren. Blijf in twee richtingen rekken. Opwaartse beweging van de romp en een neerwaartse beweging van de heupen. Rustig blijven doorademen. Inademen en uitademen. Houd de opwaartse en neerwaartse beweging aan. Duw je heupen verder omlaag. Laat los. Voor de zijwaartse achteroverbuiging. Leg je rechterhand op je rechtervoet. Houd je boven- en onderbeen in een rechte hoek. Strek je voorste been en hef je arm omhoog en naar achteren. Maak je lang. Rek je uit. Probeer je evenwicht te bewaren. Blijf rustig doorademen. Maak je lang. Van de vingertoppen tot de tenen. Voel de rek aan de voorkant van je lichaam. Laat los, kom naar het midden in een lage lunge. Draaiing van de wervelkolom. Strek je armen voor je uit en draai je romp naar rechts en de armen uiteen op schouderhoogte. Kijk over je schouder heen.
Laat los en kom naar het midden. De spagaat. Beginners blijven in de halve spagaat. Gevorderden in volledige spagaat. Breng je linkerhand achter de rug om. En op je rechterdij. Kruis je rechterhand voorlangs en op je linkerdij. Rek je op. Maak een opwaartse beweging van de romp. Borst vooruit. Blijf rustig doorademen en houd de opwaartse beweging van de rug aan. Concentreer je op je ademhaling. Beginners in halve spagaat. Forceer niet. Aanvaar waar je nu bent. Je mag geen pijn voelen. Laat los. Steun op je handen. En buig het lichaam licht naar voren voor de kikker. Laat je knieën en schenen langzaam van je lichaam afglijden. Steun op je handen. Laat de heupen zo ver mogelijk zakken. Zolang het comfortabel aanvoelt. Beginners blijven hier en gaan niet verder. Anderen verder strekken, steun op de onderarmen en ontspan hierbij je ellebogen. Forceer niet. Geef je lichaam de tijd die het nodig heeft. Deze houding zorgt voor de flexibiliteit in de bekken, de benen en de rug. Rustig blijven doorademen. Geef de spieren de nodige zuurstof. Forceer jezelf om rustig te worden. Richt je aandacht op je ademhaling. Laat de zwaartekracht zijn werk doen. Forceer niet. Breng je voorhoofd op de duimen. En laat je knieën en schenen langzaam verder van het lichaam afglijden. Laat los. Kom naar het midden. In knie zit. We herhalen de hele serie met het andere been. Kniel neer in een lage lunge. Stap met de andere voet naar voren.
Strek en buig het voorste been. Om en om het voorste been strekken en buigen. Strek en buig. Strek en buig. Strek en buig. Strek en buig. Blijf in de lage lunge, handen op de knie. Rekken van de heup en de lende. Breng je handen naast je voet. Strek het voorste been, tenen naar de scheen, voor de halve spagaat. Beginners gebruiken een yogablok of stoel, anderen buigen verder. Laat toe waar je lichaam zich nu bevindt, forceer niet. Rustig blijven doorademen. Breng je gewicht rustig naar voren, terwijl de handen op je knie rusten. Een lage lunge. Zorg dat je rug recht blijft. Voel het rekken van de spieren rond je heupen, je lendenspier. Richt je ademhaling op je bekken en lenden. Blijf rustig doorademen. Laat los. Plaats je handen naast je voet en strek beide benen voor de piramide. Hielen op één lijn. Beginners steunen op een yogablok. Anderen buigen verder vanuit de heupen voorover, hoofd naar knie. Forceer niet. Adem rustig in en uit, zodat je dieper in de houding komt. Verleng de rug op een inademing en buig verder voorover op een uitademing. Rekken van de ruggengraat, de heupen, de hamstrings. En ontspant ook de geest. Blijf rustig in- en uitademen. Hou vol. Laat los. Rekken van het dijbeen, heup en lende. Kom in de lage lunge. Leg je linkerhand op je onderrug en duw je heupen omlaag. Duw de romp verder naar achteren met je andere hand.
Blijf in twee richtingen strekken. Opwaartse beweging van de romp en een neerwaartse beweging van de heupen. Aanvaard de spanning in je spieren, zodat de heupen zich openen en dijspieren langer worden. Houd de opwaartse en neerwaartse beweging aan. Duw de romp verder naar achteren. Laat langzaam los. Zijwaarts achteroverbuiging. Leg je linkerhand op je linkervoet. Hou je boven- en onderbeen in een hoek. Strek je voorste been en hef je arm omhoog en langs je hoofd. Maak je lang, rek je uit. Probeer je evenwicht te bewaren. Kom in het nu. Voel hoe je spieren in gans je lichaam werken. Verbetert je balans en versterkt je spieren. Voel de rek aan de voorkant van je lichaam. Rek je op van je vingertoppen tot je tenen. Laat los, kom naar het midden in een lage lunge. Draaiing van de wervelkolom. Strek je armen voor je uit en draai je romp naar links. De armen op schouderhoogte op één lijn. Kijk over je schouder heen. Laat los en kom naar het midden. De spagaat. Beginners blijven in halve spagaat met een gebogen of gestrekt been en aanvaar waar je lichaam zich nu bevindt. Forceer niet. Wees geduldig met jezelf. Gevorderden in volledige spagaat. Breng je rechterhand achter de rug om op je linkerdij en kruis je linkerhand voorlangs op je rechterdij. Rek je op. Maak een opwaartse beweging van de romp. Borst vooruit. Blijf rustig doorademen en houd de opwaartse beweging van de rug aan. Adem diep in en langzaam uit. Diep inademen. En langzaam uitademen. Beginners blijven in halve spagaat. Laat los.
Laten we gaan eindigen. Kom in kruissit en ontspan. Maak een zachte hoofdrol van rechts naar links. Nog eens, hoofdrol van rechts naar links. Wissel van kant, van links naar achteren, naar rechts. Naar voren en hoofd naar het midden. Draaiing van de wervelkolom naar rechts en naar links. Wissel. Draaiing van de wervelkolom. En wissel. Kom naar het midden en ontspan. Sluit de ogen. Neem even waar hoe u zich nu voelt. Merk op dat je nu minder gespannen bent. Blijf rustig doorademen. Zo, dit was het dan. En bedankt om mee te doen. Tot de volgende. Dag.